Bij de provincie en het ministerie staan alle lichten op groen. Het wachten is alleen nog op goedkeuring door de gemeenteraad van de Friese Meren. Die besluit morgen of ze akkoord gaan. Ramp. Dit is echt een hele grote ramp. Dit moet niet gebeuren. Het is niet alleen een eiland wat hier komt, het is een fabriek wat hier komt. Zo ziet het eruit. Het grootste industriële gebouw is 22 meter hoog. Dus dat is echt een grote flat. Er staan hele grote loodsen van 100 meter breed staan erop. Dag en nacht lawaai. De inzet is een natuurgebied van 250 hectare, zeg maar 150 voetbalvelden. Waar de komende 30 jaar tot 60 meter diep wordt gegraven. Nou ja, omdat we dat zand natuurlijk ook gewoon nodig hebben. Je doet het niet zomaar voor de lol het eruit halen. Maar kijk naar de grote bouwproductie die we in Nederland hebben. Ja, er is zand nodig. Maar vinden we nou echt dat we met de fabriek midden in een natuurgebied gaan staan om zand op te halen? Dat lijkt me nou toch niet. Hier is aan de voorwaarden voldaan dat het op een goede manier moet kunnen. Anders was de vergunning ook niet afgegeven. De zandwinning blijft wel bijna 7 kilometer uit de kust. 7 kilometer uit de kust, maar wij kunnen Enkhuizen, dat is 20 kilometer uit de kust, dat kunnen we goed zien. En dus zijn de actievoerders een petitie begonnen om het tij te keren. Wij hebben nu in ieder geval de bevolking van Gaasterland op de been gekregen. Mensen weten het inmiddels. Al dat licht wat we gaan krijgen, 24 uur per dag krijgen we licht hier zo. Ze hebben al bijna 7000 handtekeningen opgehaald. Dat geluid, ik denk stapelgek hoor. Als je de hele dag dat gebrom hoort. Het enige wat je moet doen is je mond houden en luisteren. Dan weet je genoeg. Ik hoor de frustratie. Ja, enorm. Nee, ik vind dat dit niet kan. Dit is een natuurgebied en daar hoort geen industrie thuis.